Hey, hallo allemaal. Er is mij gevraagd geworden om een keertje een filmpje te maken over onderhoud bij planten die aan het vruchten zijn. Dit is een Fatalii White. Ik weet niet of het heel goed op de camera overkomt, maar deze plant hangt helemaal vol met vruchten. Ik zal daar even een foto van bij plaatsen. Maar deze plant heeft hieronder heel veel grote bladeren. En daar gaat allemaal energie heen, wat gewoonweg nutteloos is. Omdat alle vruchten hierboven hangen. En dan pak je gewoon een schaartje en je haalt gewoon de onderste bladeren weg. Dat zijn deze grote plompe bladeren. En je zorgt gewoon dat het gewoon opgeknipt wordt. En ja, kaal is eigenlijk gewoon dat gewoon de energie die normaal gesproken in de bladeren gaat, gewoon naar de vruchten gaat. En het scheelt voeden, het scheelt energie die de plant benuttigt. Het scheelt gewoon zoveel gedoe. En ook deze bladeren hebben vaak problemen met de kleur. Zoals je ziet, ze zijn beschadigd. Daar gaat allemaal energie heen. Dat is gewoon zonde. Dus je wilt gewoon dat die bladeren weg zijn. Nogmaals, je hoeft niet alle bladeren weg te knippen, maar beschadigde bladeren kun je verwijderen. En hierboven zijn een aantal blaadjes, die zijn verbrand. Nee goed, die kun je laten zitten, maar je kunt ze ook gewoon verwijderen. Dus ik kies voor de optie verwijderen. Want nogmaals, de plant heeft voldoende bladeren om zijn energie te kunnen verdelen. En beschadigde bladeren levert geen product op. Dan kijk je gewoon even rond of er geen zieke bladeren tussen zitten, zoals deze. Je kijkt ook even rond of je geen bacteriën ziet of bacteriegroei ziet. Bladeren zoals deze pluk je eraf om te kijken of er geen lijzen in zit. Nou is dit een uitgedroogd blaadje en die krullen meestal naar binnen. Maar het kan ook zijn als de bladeren er zo uitzien dat het gewoon calciumgebrek is of een luisaanval is. Dus je wilt wel altijd controleren. Maar gewoon even alles afgaan en zorgen dat de plant gewoon optimaal eruit ziet en optimaal groeit. Dus we gaan gewoon even alles af. Deze is een beetje beschadigd hier. En hier is ook eentje beschadigd. Dit blad heeft ook een beschadiging. En het is normaal trouwens dat planten zoals deze gewoon tot een beschadiging komt. Het is gewoon normaal, daar kun je niet onderuit komen. Maar je ziet er zitten heel veel vruchten aan. En nogmaals, alle energie dat normaal gesproken naar beschadigde bladeren gaat, als je die bladeren weghaalt, die energie die gaat naar de vruchten toe of naar nieuwe ontwikkeling van nieuwe bladeren. En dat wil je gewoon zien en dat wil je gewoon hebben. En ik zal eens even kijken of ik het heel goed op camera kan krijgen, maar zoals jullie zien, het hangt hieronder helemaal vol. Dat is gewoon wat je wilt hebben. En ook hier, overal is er een nieuwe productie. En ook hier hangt het gewoon vol. En hier is er zelfs eentje die groeit in de ziplock, dus deze moet ik even taggen en even een tijdripje verpakken. Nou, dus ik heb even de tijdrips gepakt en ja, het ziet er goed uit. Ik was even aan het kijken en deze heeft eigenlijk heel weinig vruchten eraan hangen. Dus er zijn mensen die meestal knippen, zoals dit hier, zoals ik daarna ga doen. Omdat hier twee vruchten hangen die wel nog ondersteund worden, laten we die gewoon hangen. Maar je kunt gerust de rest wegknippen en gewoon zorgen dat de energie naar boven gaat, naar de overige vruchten. En nogmaals, hier zit een vruchtje. Deze hier. En die was net getagd met een ziplokje. Dus ik ga er nou een tie-ripje omheen doen. Gewoon om ervoor te zorgen dat ik in de toekomst weet dat deze vrucht afgeschermd is geweest. En dat is de enige reden waarom ik zoiets doe. En ziet er nou nog zwaar uit, maar ik haal het meeste ervan af. En dit gaat er gewoon niet vanaf, dat blijft gewoon lekker zitten. En ik weet in de toekomst dat deze vrucht altijd trouw is naar de moederplant en niet open bestoven is geweest. Dus dat is de voordeel van deze manier taggen. Nogmaals, zoals jullie kunnen zien, of misschien niet, het hangt hier gewoon helemaal vol met vruchten. En ik zal even een close-up maken met een andere camera. Nou, dit is dus een close-up met de andere camera en zoals jullie zien, het hangt gewoon helemaal vol met de fatalies. En dit is gewoon wat ik net heb afgeknipt om te zorgen dat deze twee kunnen bevruchten. Want hier zaten wel knopjes aan, maar er zaten verder eens geen vruchten aan. En hij stak hier aan de zijkant uit en dat is gewoon een plek waar je geen vertakking wilt hebben, want je wilt gewoon de onderkant nogmaals schoon houden. Hier is ook zo'n vertakking, die is compleet nutteloos en die mag er zelfs gewoon uit, gewoon weg. Zoals jullie zien, er groeit gewoon helemaal niks aan. Soms heb je dat, ja, ik kies er zelf voor om ze gewoon compleet te verwijderen. Deze vertakking, er groeit daar een vrucht, er groeit daar een vrucht, maar er zit eigenlijk vrij weinig aan. Maar er zitten hier allemaal knopjes, dus er is nog van alles in de ontwikkeling. Dus het is gewoon even controleren welke vertakking groeit, welke vertakking groeit niet. En zoals je hier ziet, hier zit ook een vertakking. Hier allemaal knopjes die de vruchten kunnen produceren. Maar dan krijg je dit te zien en dan denk je van wow. Maar hier zie je ook allemaal vertakkingen die gewoon niks produceren. Dit is er eentje, die kan weg. Dit is er ook eentje, die kan weg. Dat is gewoon puur om die energie naar boven te brengen. Want zolang een plant allemaal energie aan het verdelen is, dat is allemaal verloren energie en dat wil je gewoon niet hebben. Maar ja, ik denk dat dit wel een heel duidelijk beeld is van hoeveel vruchten aan een plant kunnen hangen. En dit is nog maar een klein beetje. De vruchten worden nog groter. Er zijn nog steeds meer vruchten in de ontwikkeling. Want zoals jullie zien, er zijn heel veel knopjes, er zijn heel veel bloemetjes. En er komen gewoon iedere dag nieuwe bij. De plant krijgt BioDrive bloem op dit moment, inclusief magnesiumsulfaat om te ondersteunen. Dit is volledig biologisch. Ik hou de voeding, dus het water, altijd op 6. Dus een pH van 6, dat is trouwens alles wat ik verwijderd heb. En ja, de plant is nou ongeveer, ja, het zal het zijn, 80 centimeter breed of zo. Hij is niet echt heel erg groot, want hij is misschien 60 centimeter hoog, misschien 40 tot 60 centimeter hoog. Maar de vruchten zien er ontzettend gaaf uit gewoon. Maar dit is dus de Fatalii White en een kleine onderhoud van de planten. En nogmaals, het zijn een aantal vruchten. Maar dat was het. Dus tot de volgende keer.